Verstappen, Kremers, Van der Wijn, Smits en nog een keer Kremers zitten in deze halve finale bij de 12 en 13-jarigen. Vooraan is het Isa van Dinter, gevolgd door Amber Walravens. Maar er komt nog een andere man tussendoor, dat is Chris Verstappen van Nuland schuift daardoor naar de 2e plaats. Ten koste van Walravens komt er nog iemand buiten, dan is Stef van Doren naar de 3. Stef van Doren verwijst Walravens naar de 4e plaats. Maar dat is niet erg, want de eerste 4 geven een ticket voor de finale. Terwijl vooraan nog even stuivertje wisselen is het Chris Verstappen die orde op zaken stelt in deze halve finale wint.